Ja? En de gemeente zou er geen hek voor zetten. Vinden we het nou gek dat mensen eraf lazeren? Nee. Gaan ze een hek voor zetten? Zie je wel? Ja, hebben ze een hek voor gezet? Ja, wat vervelend zeg. Dan mag je ook niks hier. Dat hek is voor onze bescherming. Ja? Gaan ze 50 kilometer maken op die weg, zeg hij. Ze is een lang lotje getikt. 50, zie je het? Gewoon met je potjes in de pesten. Mag je nog alleen hard rijden? Het is bewezen dat als je 10 kilometer zachter gaat, dat het zoveel duizenden doden scheelt in Nederland. Men denkt er ook over om de snelheid op de snelwegen in de grote steden terug te gaan naar 90. Want dat levert zo'n 1400 minder slachtoffers op in het verkeer. Is dat de regel om ons te pesten? Nee. Het is goed voor ons en Gods wet is goed voor ons. Ja. Maar we moeten het zien vanuit de andere kant. Gods wet is goed, want God is goed. Maar als jij een wantrouwen hebt naar God de Vader, omdat je zo'n rare relatie hebt met je eigen vader, daarom is het zo belangrijk dat je gaat ontdekken, wie is God nou eigenlijk? Wat is hij voor vader? Nou, hij is een vader die op een gegeven moment zegt, ja, ik geef je het recht om je te noemen zoon van God.